Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag spelen we weer Evolution. We moeten ze wel allemaal doen als we aan één begonnen zijn. Vandaag is het... Giraffe. It's a giraffe. Wat voor geluid maakt een giraffe eigenlijk? Nee, ik zou het echt niet weten. Weet ik ook wel, wat voor een... Die zien er nog vrij normaal uit. Maar straks worden ze echt spacey. Giraffe wordt hier. What the fuck? Ja, ik wil een picture. Kijk, camel. Zou je nu camelocorn? It's a camelocorn. It's a fucking camelocorn. No. Ja, ik zou weer een fucking foto nemen. Een capriraffe. It's a capriraffe. What the fuck? Ook deze namen ook. Hoe komen ze er gewoon op? Wat is het daar van boven? Met de, wat is dit hier van boven? Ja, wacht, ik kan dat niet aanwijzen. Zo de tekentje hier met dat virus en dan ga je naar een duif. Sowieso een duif de nieuwe Ebola-drager, hè? Sowieso. Fucking the AIDS infected, I don't know. Ja, kijk, zie je weer dat duimpje? Woe. Hier, more games. Ik heb ze alle twee, maar die moet ik toch doen en dan moet je opnemen. Dan moet je op YouTube zetten en dan verdien ik... YouTube money stiekem niet. Ik doe het eigenlijk alleen maar voor de video's, want ik kan ook geen YouTube money krijgen, want ik heb nog geen enkele abonnee en ik voel me echt zo klein als keer. Ja, eigenlijk. Want ik op school iemand heeft ook een YouTube kanaal en die had gezegd, what the fuck, kreeg je poep van vogels? Oh, dat betekent het dus, ja, AIDS. Dat je daar iets speciaals mee moet doen op YouTube, dan pas kun je YouTube money's, noemen ze dat. Ik ga het gewoon krijgen, maar ik ga dat zelf niet doen. Ik doe dat voor de fucking video's. Ik ga gewoon gaan werken gelijk een normaal persoon. Ik ga werken voor mijn geld. Ik ga werken in de Pizza Hut en dan iedere dag als ik honger... Bruh. What the fuck? Dus iedere dag als ik honger heb, kan ik fucking pizza eten. En welke hebben we gekregen? Want ik heb niet kunnen lezen. Serpent Paw. Look, daddy, it's a serpent paw. Als hij dat zegt in je vader, denkt hij dat je weer als ik ook heb gezeten, Suzu. Maar hoe de fuck kopen ze de euro op? Hey, poepgeld, jongen. Ik was een giraf in mijn woonkamer en dan heb ik zo'n schep, daar ga ik zo'n zak onder hem hangen. En hier als ik fucking geld scheid, dan ga ik dat direct uitgeven aan YouTube. Dan koop ik mij de beste tablet, de beste PC, het beste editprogramma in de wereld. En dan verkracht ik je allemaal. Grapje, ik hou niet van mensen verkrachten. Ik ben... Maar dan vind ik die nog normaler, want die is cute, die heeft 2 staarten. En die heeft fucking 3 vuile dildo staarten. En ik ben van mijn game weggegaan. Slim. Oké, bro. Deze giraf is zo cute. En als hij ooit zijn mama ziet, gaat hij wegrennen. Kan ik een giraf laten verdwijnen? What the fuck? Go away. Ik ga hem kopen en dan koop ik me helemaal toe. En dan doe ik zo en dan... ik heb nog giraf nodig. Bruh. Maar ik wil even kijken, is er eens info of zo? Achievements, dat is hetzelfde. Dat vind ik wel wijs, zo dat er iedere keer gelijk een boekje is. Dat vind ik wel wijs gedaan, dat is wel wijs. More games. Mijn wifi is uit. Dat is waar, ik heb mijn wifi de vorige keer uitgedaan. En hij is nog steeds uit. De vorige keer. Een paar minuten geleden, want ik neem al de tweede video op. Ja. What the fuck? Een piper. What the fuck? Een piper. Sorry dat ik zeg. What the fuck? Piper. Wat is deze? What the fuck? Deze kan gewoon niet meer. Deze game moet fucking van de Google Play Store af. Deze. Ik zie dat. Zie. Dat. Ja, het gelijk game. Go away. What the fuck? Dat kan gewoon niet, dat mag niet, dat is illegaal. Dat is illegaal echt. Eeuw, bro.
Deze game is zo illegaal als maar kan. Zie dat ze de game inhoud zou moeten zijn. Verkracht je giraffen en laat ze een druk op ze voor ze het laten geld poepen. Daar is je het gewoon teppeton. Voilà, kijk hier, zie. Je moet ze gewoon aanranden, al die giraffjes. Het is gewoon het aanrandende giraffenspel. What the fuck? Deze game is gewoon verkracht. Bruh. Hoe komen ze erop, echt? Hoe komen... En daarom is ook niks zo meer, hè. Ik wil graag als eentje maken van PewDiePie of zo. Echt zo, PewDiePie Evolution. En op het einde is echt zo Malcolm. Maar die Malcolm die is echt fucking ziek, lui. Hij is zo lelijk als Marieks. Oké, okay, geen haat op hem, hè. Stiekem. Hoppa. Maar deze... Waarom? Kijk, we gaan even bij de derde evolutie. We laten 3 stekels uit zijn hoofd komen. Duimpje, what the fuck? Niemand wil dat de giraf 3 stekels uit zijn kop heeft. Niemand wil dat. Maar dan ook echt niemand. What the fuck? En weet je wat ook het ergste is? Om aan de eerste evolutie van het volgende stelsel of wereld shit, moet je fucking zeker 10 minuten bezig zitten. Stel je voor dat je ze allemaal wilt. Jongen, dan zijn we fucking 100 jaar bezig. Neem maar uw tablet mee in uw fucking graf. En ook die beentjes van deze is ook wel super geel. Zie dat gewoon. Nee, 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 nee. Een piper. Is dat niet gewoon een Nederlands pijper? Denk het wel. Het is gewoon pijper, oh mijn god. Jou wil ik zo rap mogelijk weg, begrepen? Oh nee, straks heb ik er 2 van hem nodig om hem te laten evolueren. Eeuw, bruh. De schattigste vind ik eigenlijk deze en de eerste. En is dat de derde? Nee, dan mag die oprotten. Deze vind ik de leukste. En deze, hij is het Hans van Boven, dus rot op, oma. Rot op, hé. Fucking gangleden van de Pipers. Oké, okay, we hebben nog een. En dan kunnen we zo doen. Fuck, hebben we nog zo'n kutbeest nodig. Pipdrift. We hebben er een paar gekocht. Ik weet niet waarom ik dat al zin. Bruh. Nou, ik snap ook niet, hoe komen ze op de namen? De derde, die noemen we Piperino. Ik denk dat ze gewoon echt, dat ze gewoon ondertrapste naam moesten verzinnen, anders waren ze ontslagen of zo echt. Maar ze zijn er wel mee populair geworden, hè. Ik download het wel en ik test het wel, hè. Ja, oei, bek. Dat is... Oh, nee. Nee. Oh, die val je echt nog mee. Maar Brown nog steeds, what the fuck, schrikke slak. En hoe noem het? Hoe fucking noem het? Ik had deze aflevering nog op één nog gedaan. Maar dat kan me niet schelen. Hoe noem het? Een Schliegedalisch. Het is Schliegedalisch. Je hebt helemaal gelijk. Dat was dan voor deze aflevering. We zijn geëindigd met Schliegedalisch. Like en subscribe voor meer. En veel plezier met de volgende video. Want ja, er gaan er echt nog veel aan komen. Tot de volgende keer dan, hè.